Venezuela is toch wel de verrassing tot nu toe. Want voorafgaande aan de laatste poolwedstrijd, het duel met Paraguay, is het al zeker van een plaats in de kwartfinales. Paraguay begint slordig en Rondon haalt doeltreffend uit. En 0 tegen 1 in de openingsfase van deze wedstrijd. Paraguay heeft 2 uit 2. Via een overwinning kan het over Venezuela heen gaan. Maar dan moet die bal er wel in. Dat lukt hier net niet op de paal. Binnenkant paal. Maar dan toch Alcaraz voor de gelijkmaker na 33 minuten. Paraguay de betere ploeg. Het begint met de sterkste opstelling. Met Santa Cruz voorin en Barrios. In tegenstelling tot Venezuela. Dat in de wetenschap dat het al bij de laatste 8 zit. Een aantal spelers rust geeft. Bijvoorbeeld Arango. En een aantal jonkies in het veld brengt. Dan na rust. Valdés. Hij valt in voor de geblesseerde Roque Santa Cruz. Valdés haalt uit. Daar is nog een redding van Vega. Want de doelman tikt de bal op het been of de arm zelfs van Barrios. Hoe dan ook, Paraguay leidt met 2 tegen 1. En dat is toch wel verdiend. Dit is Rincón, de speler van HSV. Geweldige uithaal. Goede redding van Villar. Mogelijkheid voor de ploeg van Farias. De coach van Venezuela die ziet dat Paraguay de wedstrijd lijkt te beslissen. Als Riveros de vrije trap van Torres verlengt. Slotfase van de wedstrijd. Rondon en Miku. En Venezuela is terug. Het komt tot 3 tegen 2 via invaller Miku. Die invalt, ook Arango valt in. De gevestigde orde komt terug. Arango trapt deze hoekschop en Perozzo in de allerlaatste seconde voor 3 tegen 3. Paraguay zat op rozen, leek de overwinning binnen te hebben. Maar het geeft die voorsprong uit handen. En Venezuela blijft dus in deze pool boven Paraguay.